zo naar eigen zeggen lag die man zelf op bed. Door de explosie is het bed omgeklapt en lag hij uiteindelijk onder het matras. En daar lag hij dus bekneld. De muren van 3 woningen stortten afgelopen zondag in Den Haag in na een gasexplosie. De reddingswerkers doen er uren over om de 28-jarige Charwien te bevrijden. Uiteindelijk zat ik voor op de puinhoop de eerste steentjes weg te halen om zo dicht mogelijk bij het slachtoffer te kunnen komen en om daar contact mee te krijgen. In het begin hebben wij door middel van het aanroepen, gewoon het schreeuwen, hebben we die man kunnen bereiken. Later hebben we een portofoon naar hem toegeschoven met een lange stok. Nou, ik weet niet of onze teamleider heeft hij op een gegeven moment aangegeven, ja, geef mij zelf maar een zaag, dan zaag ik mezelf wel los. Door de balkvloer weg te zagen. Nou ja, uiteindelijk is dat geen goede optie. Want als dat gaat, dan heb je mogelijk dat alles instort. Je wilt niet dat het puin gaat schuiven. Daarom wordt het brandweerteam specialist met technische hulpverlening uit Beuzegem ingezet. Het team oefent vandaag in Echteld. Naast kennis zie je dat ze een arsenaal aan gereedschap gebruiken. Grote scharen om materialen weg te knippen. Maar ook bijvoorbeeld een betoncrusher om grote betonblokken te verpulveren. Zodat we weer verder kunnen het object in. Eind vorig jaar zijn we ingezet bij de A12 bij Westervoort. Daar lag iemand bekneld onder een betonnen plaat. En anderhalf jaar geleden zijn we in Arnhem geweest. En hebben we ondersteuning geleverd bij een vermeende terroristische dreiging. Om daar ondersteuning te leveren als er iemand zichzelf zou opblazen. Henk! De oefening met nep-slachtoffers loopt goed af. Maar dat ze het kunnen, hebben ze in Den Haag al bewezen. Charwien wordt gered. En dan was het echt het moment dat hij in de brancard ging. Door onze collega's en de brandweercollega's van Haaglanden. En dan geef je ook gewoon een box naar elkaar, naar je teamleden. En met een voldaan gevoel heb je een persoon er levend onderuit gehaald. En dat is heel fijn.